Goedenavond. Zo, ik ben nog op tijd. Het was een beetje haasten vandaag, maar we zijn er. Even kijken of ik mezelf kan vinden. Dat zou ook wel leuk zijn. Eens even spieken of ik live ben überhaupt. Ja, ik ben live. Goedenavond. Nou, kijk eens aan. Het was een afgrijzelijke dag met heel erg lang werken. En nog maar net mijn eten achter de rug. En toen dacht ik, oh ja, ik moet ook nog live. En ik had nog helemaal geen evenement gemaakt. Het gaat echt geweldig. Dus improvisatie vandaag, want ik heb echt niks kunnen voorbereiden. Het was ontzettend druk op mijn werk. En sowieso de hele week al. Dus nou weet je, maar daar zitten we ook wel een klein beetje voor bij in deze groep. Janine's Mindful Art. Gewoon even ontspannen aan de hand van, nou, even vreubelen. Even niks doen. Even kijken hoor. Goedenavond, hallo. Mijn handen zijn helemaal opgezet van de hitte. Ik heb de hele dag op een kantoor gezeten waar het 28 graden was. Een heel muf, duf, geen verse lucht. Dus ik ben ontzettend warm. Het is hier in het zuiden ook nog echt heet. We hebben er weer zon bij. Nou, inmiddels denk ik, laat die zon maar even weg. Maar het is nog steeds heel erg warm. Dus daarom, ja, mijn handen zijn helemaal opgezwollen. Dus mijn excuses. Mijn polsen ook, zie ik. Het gaat heel goed. Ik ga vandaag werken in mijn Slimline Art Journal. Dat is deze. Dit is een journal van Janine's Mindful Art. De binnenkant moet ik nog doen. De buitenkant heb ik eigenlijk gewoon met allemaal stukjes papier ooit aan elkaar geplakt. En alles erop geplakt wat ik leuk vond. Wordt Art Journal erop geplakt. Dit was een heel makkelijke kaft. Met eigenlijk alleen maar restantjes scrappapier. Goedenavond. En mijn Slimline Journal, dat is eigenlijk gewoon een bladzijde op formaat van een slimline kaart. Dus ja, feitelijk maak je een kaart in een journal. Zo moet je het zien. En voor mij is art journalen een stukje ontspanning. En dat ga ik dus proberen vanavond te vinden. Dit is wat ik al Pasen nog een keer heb gemaakt. Ja, dit is aan elkaar geplakt. Om wat voor reden dan ook. Zit het aan elkaar geplakt. Dit vind ik ook altijd heerlijk om te doen. Het zijn echt van die collages maken. En nou, dit zijn dan wat oudere bladzijden. En ik ga vandaag een nieuwe maken. Die haal ik. Oh, eentje is genoeg. Die ga ik eruit halen en hier ga ik wat meedoen. Goedenavond. Ik heb alleen... Nou, Jolanda, het was warm zat hier de laatste dagen. Het schijnt morgen eindelijk een beetje af te koelen en wat regen te komen. Laten we het hopen. En daarna wordt het wel gewoon weer heet. En we gaan weer naar de 31ers toe, zag ik, hier in het zuiden. Dus ja, weet je, neem vooral genoeg te drinken en hou je vooral rustig. Hè? Dat doe ik ook. Ha, hallo Rihanna. Ben je lekker aan het meekijken, dat is fijn. Ik ga deze bladzijde, nou daar ga ik dus iets leuks van maken. Als ik dit soort dingen doe op het moment van een beetje ontspannen en verder niet al te veel nadenken, dan begin ik gewoon ergens. En in dit geval dacht ik, ik pak mijn stanser erbij. En ik ga gewoon eens kijken, want volgens mij heb ik ergens... Ja... Dit vind ik ook heel erg leuk. Het zijn allemaal leuke stansjes. Maar die vind ik ook echt heel erg leuk. En ik kan wel een van de randen stansen gebruiken. Die zijn natuurlijk eigenlijk allemaal leuk. Dus het wordt natuurlijk gigantische keuzestress. Maar ik vind die rondjes wel, wel grappig. Of deze. Ja, ze zijn eigenlijk allemaal, allemaal leuk. Dus het is altijd heel gezellig zoiets. Maar laten we deze doen. En die ga ik eventjes door de stansmachine halen. Dat moet ik even buiten beeld doen. Maar die komt in feite gewoon hierop. Zo. En die ga ik uitstansen. Dan heb ik een heel leuk sierrandje. Ja, ik vind dat zelf altijd erg leuk. Dus laat ik daarmee beginnen. Ik heb hem naast me staan. Ik kan het hier niet onder zetten, denk ik. Want anders dan valt alles om en dan hebben we een ander probleem. En ik denk dat ik zelfs even op de grond moet zetten om dit te doen. Maar laten we dat dan ook maar gewoon doen. Je moet ergens beginnen als je niet precies weet wat je gaat doen. Nou, dit is gewoon even ergens beginnen. Ik ga mijn randenstans
Ik vind het wel knap dat jullie mij weten te vinden. Ik heb nog maar 10 minuten geleden het evenement aangemaakt. Maar ik vind het heel gezellig dat jullie er zijn. Zo, nou, deze die heb ik hier opgeplakt. En die leg ik even op mijn machine, maar dat kunnen jullie net niet zien. Maar ik ben echt naast beeld. Ik moet heel even op de grote stansmachine dit doen. En als ik dat onder mijn camera ga doen, dan, ja, dan gaat het niet goed komen. Zo. Nou, dan moet ik hem heel even erheen halen en dan kom ik weer, terug. Even kijken of hij hem goed gepakt heeft. Zo te zien wel. Dan heb ik altijd mijn pokey tool bij je. Want die gebruik ik echt heel veel met stansen. Goedenavond. Ik vind het echt knap dat jullie mij weten te vinden. Aangezien ik idioot laat was met evenementen aanmaken. Maar ik ben er. Na een hele lange hete werkdag. Zo. Nou, dit vind ik altijd zo... Oh, boom. Echt zo onwijs leuk. Zo'n randje. Ik ben echt randenstansen fan. Ik kan er niet genoeg hebben. Ik heb ze nu in deze stansen. Ik heb ook nog een heleboel van die ponsen voor randen. Een hele bak vol. Ik ben er helemaal verzot op. Ja, Stine. Oh, Mirjam wist dat ik live zou gaan. Oh, dat is helemaal mooi. Ja, nou, ik maak het altijd wel gezellig hoor. We maken er altijd een feestje van. Ik hou niet van negativiteit. Dat hoort er af en toe gewoon een beetje bij. Maar als ik live ga, dan zijn we lekker creatief bezig. En dat is zo fijn. En ik vind het zelf ook altijd heerlijk om te doen. En zoals vandaag, nou zo'n dag als vandaag, dan is het gewoon echt even afschakelen. En dat doe ik dan samen met jullie in dit geval gewoon ook wel even fijn. Gewoon even niet. Nou, dit is echt mijn ding, hè. Die stansjes. Nou, helemaal leuk. Dus dat is het begin, dat je gewoon... Je moet ergens beginnen als je niet precies weet wat je doet. En terwijl ik net mijn boek opende, zag ik ook de vlinder. En laten we die... Even... Deze vind ik erg leuk. Die is misschien wel leuk om op de achtergrond te gebruiken zometeen. En we hebben ook de vlinder. En is die te groot voor deze bladzijde of niet? Nee, dat gaat precies. Laat ik deze, zo in het midden, als focuspunt gaan gebruiken. Dus die ga ik straks even stansen. Die gaat de blikvanger worden, om het zo maar te zeggen. Dus die bewaar ik even voor straks. Oh ja, Theresia die zat al bij Hobby Fishing. Ja, dat klopt. Ik ben ook overal nergens. Hè. Elizabeth Craft Designs en hier en Hobby Fishing. Maar komende maand ben ik even helemaal nergens. Ik ben vanaf morgen vrij. Morgenmiddag. Morgenochtend moet ik nog werken. En dan doe ik even op wat meer non-actief. Ik had eigenlijk iets anders bedacht gisteravond laat nog. Dat ik wat artikelen moest doorgeven. Maar ik dacht, weet je... Ik heb natuurlijk ook nog die leuke. Zit je op de fiets, Carla? Dat is helemaal mooi. Nou ja, dat kan ook. Die leuke slimline stencils, om het zo maar te zeggen. En ik denk dat deze wel leuk is bij die vlinder. Of deze wel leuk bij die vlinder. Ze zijn eigenlijk allebei wel leuk bij de vlinder. Nee, laat ik die doen. Laten we die gebruiken. Ik heb dat nog nooit geprobeerd, Nettie, met een wc-papiertje of zo. Ik ben altijd bang dat het dan niet goed stanst. Dat is stom, hè? Ik heb het echt gewoon nog nooit geprobeerd. Dus ik heb altijd mijn pokey tool bij de hand en dan komt het ook altijd goed. En dan wil ik hem een beetje... Hij past net niet, hè, op de bladzijde. Is die andere stencil groter? Ik heb er zo'n hekel aan. Ik wil dan ook mijn hele bladzijde onder de stencil hebben. Nee, hier heb ik eigenlijk hetzelfde probleem. Maar hier pakt hij wel de breedte wat beter. Laten we deze doen. Welke is dit? De Mixed Textures, de 58.
Mask. Ja, die is inderdaad ook heel erg leuk. Laten we die maar doen. Die is ietsje breder. Daar komt iets beter uit. Dan moet ik even een kladpapiertje zoeken. Het is altijd een hele onderneming als ik hier zit. Maar dat komt goed. Kladpapiertje. Ja. Ik heb altijd van dat hele goedkope printerpapier. En dat gebruik ik 100.000 keer als kladpapiertje. En dat heb ik hier in dit geval even nodig. Want ik ga met structure paste. Gewoon modeling paste. Of textuurpasta. Of net geef het een mooie naam. En dit is ook echt wel een van mijn dingen die ik dan heel makkelijk doe. Dit gebruiken. Want het geeft eigenlijk altijd een leuk effect. Geef net een klein beetje relief op je bladzijde. En dit is ook echt zo, als ik even niet weet wat ik wil gaan doen, is dit altijd een hele leuke basis. Je kunt dit ook met oxide ink doen bijvoorbeeld. Of een andere dye ink, zoals dat heet. En dan met zo'n dabber, zeg maar. Het hoeft geen dikke laag te zijn. Het kan gewoon een dun laagje zijn, dat is meer dan genoeg. Dus nooit te veel op je paletmes of creditcard of bankpasje, oud bankpasje of wat je, waar je dit ook mee doet. Er hoeft niet zo heel veel op. Schuurpapier. Schuurpapier, wat is dat? Ik zou het niet doen. En deze van Studio Light is een beetje korrelig. En het geeft ook al heel snel een gaaf effect. Ik leg hem heel even in het water. Kijk. Die is wel heel erg mooi. Ja, dat hebben we goed gedaan. Even de heat tool erbij. Anders wordt het helemaal niks met het drogen vandaag. Dan kunnen we morgen weer verder. Dus het is altijd noodgedwongen een beetje lawaai maken. Maar dat moet nou eenmaal, anders dan wordt het helemaal niks vandaag. Nou, deze droogt vrij snel, dus jullie zien mijn hand zo meteen niet meer in, hoog in beeld. Het moet altijd wel een klein beetje droog zijn voor de vervolgstap, want anders dan krijg je een soort van papje op je papier. En dat is ook weer niet de bedoeling, zeg maar. Achterkant doen. Nou, eigenlijk al super snel en hij is een mooie basis met dat randje en dat stencil. Zo, dat ging redelijk snel en dan zometeen is dit wel heel gaaf om erop te doen. Kleuren. Nou, dat kan natuurlijk ook op heel veel manieren. Je kunt er overheen met acrylverf bijvoorbeeld. Geeft ook een heel gaaf effect. Je kunt er eigenlijk met van alles en nog wat overheen. Ik ga het doen. Even babydoekjes erbij pakken. Met iets wat ik altijd wel heb liggen.
En dat zijn in dit geval de liquid acrylics. Dus het is vloeibare. Ik zal het even uithalen om te kijken welke kleuren ik heb en wil gebruiken. Ik heb een hele verzameling inmiddels. Omdat ik het heel gaaf spul vind. Nou, er zit hier van alles in, maar die wil ik er even uit hebben. Deze wil ik gebruiken. Er zitten stansrestantjes van iets anders in dat doosje. Stansen, dat doe ik veel. Die machine van mij heeft een hele hoop te verduren momenteel. Zo. Kijk. Dus deze die, moet gekleurd worden. Nou, dat kun je natuurlijk op allerlei manieren doen. Ik moet vandaag wel elke keer opstaan om spullen te pakken. Maar we hebben het. Pak even wat water erbij. En de kleurtjes. Nou, is het een beetje de vraag welke kleuren wil je gebruiken? En in dit geval vind ik het wel leuk om misschien wat groen te gebruiken. Niet te vrolijk worden. Niet, zegt ze. Misschien een beetje van dat oker met groen. Laten we daar eens mee beginnen. Dan kijken we daarna wel. Vaak gebruikt. Zit dat als met acrylverf ook. Hè? Dan heb je met dit ook een beetje zo'n plastic laagje als je hem een tijdje dicht hebt gehad. Dat kun je er in principe zo van afhalen. Dat is gewoon opgedroogd plastic, om het zo maar te zeggen. En in dit geval wat ik doe, is een klein beetje aanbrengen. Ik hou de babydoekjes bij de hand. En ik ga spuiten. En ik laat het lopen. Als het me niet snel genoeg loopt, dan ga ik heel even helpen met mijn babydoekje. Goedenavond, hoe je binnenkomt. Gezellig dat je er bent. Nou, her en der. En ik weet al waarom je niet makkelijk vloeit. Ik ben vergeten om er gesso overheen te doen. Want dat helpt wel bij deze, bij dit kleurmiddel. Dat je daar een beetje gesso overheen doet. Dan loopt hij wat makkelijker. En ik merk dat dit papier echt gesso nodig heeft. Ga ik dus gewoon even pakken. Mag ik open doen. Even kijken hoor. Waar is? Want anders wordt het helemaal niks. Dat heb je wel vaker. Dat is ook wel eens met inkt. Of met die... Wow. Als ik hem open krijg. Ja. Zo. Sommig papier, dan moet je echt een beetje gesso erop doen om het wat beter te laten lopen. Nou, dat is dit ook. Dat geeft helemaal niks. Simpele, transparante gesso. En dan is het net even wat makkelijker om die om inkt te gebruiken of wat dan ook. Nou, nu is alles wel onder de gesso. Goedenavond. Dit moet natuurlijk even ook snel droog. Dat gaat vrij snel, moet ik zeggen. Thank you.
En ik vind die gelige vlekken niet zo mooi geworden. Maar ook dat is heel makkelijk te verhelpen. Door een beetje witte gesso eroverheen te doen. Dan ben je het eigenlijk alweer kwijt. Gesso is een beetje met mixed media dingen. Is een beetje je lifesaver. Die helpt heel erg goed om dingen te verbloemen. En heel vaak als je dingen dan verbloemt. Dan krijg je eigenlijk nog meer textuur op de achtergrond. En dan soms is het effect onwijs gaaf. Terwijl het eigenlijk helemaal niet je bedoeling was. Het is echt heel grappig. Omdat je eigenlijk laagje op laagje op laagje aanbrengt. Zie je, nou ben je te ver. Nu zou die bezig moeten lopen. Want op dit papier heb je een beetje gesso nodig om dit soort spul te laten lopen. Is dan weer droog. Poging. Even een nieuw kladblaadje pakken. Nu is het niet helemaal opgedroogd nog, maar ik moet even door. We gaan het gewoon even opnieuw proberen. Deze is ook opgedroogd. Plastic, ja, dat heb je als je het een tijd niet open hebt gehad. Het geeft niks. Kijk wat hij nu doet. Hij is nog niet helemaal droog. Maar hij loopt nog steeds erg slecht. Dat ben ik helemaal niet gewend. Dan pak ik er gewoon even een ander kleurmiddel bij. Voordat ik me hier gruwelijk aan ga irriteren. Het is zulk leuk spul om mee te werken. Maar het moet wel meewerken, dus dan wordt het niks. Wat heb ik hier nog meer? Ik heb gelukkig hier in de woonkamer van alles staan. Ik heb ook de sprays. Ik heb de Moon Shadow Mist. Dat is misschien ook wel heel erg leuk. Om iets mee te doen. Deze moet ik heel even schudden. Soms is het gewoon een kwestie van dingen even uitproberen. Ja, misschien wel door de warmte. Ik weet het niet. Maar het is hier bijna 28 graden in de woonkamer. Het kan best zijn dat het niet meer meewerken om die reden. Maar het geeft helemaal niks. We gaan het gewoon rustig verder proberen. Dit doe ik altijd in laagjes, het inkt. En dat betekent dat ik ook weer tussen de laagjes moet drogen. En ik wil ook niet een mega, mega, mega overkill aan kleur op de achtergrond. Dus ja, dat is wel de reden waarom ik dit soort dingen een beetje opbouw. Och Jenny, ik ben gewoon in de groep live volgens mij. Ik heb niks bijzonders gedaan deze ronde. Gewoon letterlijk live gegaan in de groep. Een beetje met een keukenpapiertje deppen. Voordat we met de volgende kleur aan de slag gaan. Deze even roeren, welke gebruik ik eigenlijk? De duur. Oh, wat had ik hier net? De zilver. Dan ga ik nu mee aan de slag met de goud. Kijken wat een beetje mooi bij elkaar staat. Loopt vandaag onwijs moeilijk. Maar allah, het zal misschien inderdaad te warm te zijn. Maar in ieder geval iets. Want het wil niet echt heel erg wat ik wil.
Maar nou ja, dat kan ook een keer gebeuren, moet ik dan bedenken. Goedenavond. Gezellig als je nog even komt kijken. Ik ben eigenlijk gewoon lekker aan het opbouwen. En eigenlijk gewoon mijn slimline art journal pagina ben ik aan het opbouwen. Het is een beetje van de afdeling, we zien wel waar het schip strandt. En gewoon een beetje ontspannen. En dat is ook wel keihard nodig. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb momenteel een baan die heel veel aandacht vergt. Waar ik nog helemaal niet goed ben ingewerkt. Elke dag weer nieuwe dingen leren, dus het is heel intensief en heel veel. En op zich ligt dat mij wel. Maar dat is nu in deze fase van het inwerken heel erg vermoeiend. Dus en dan is zo een beetje ontspannen zo 's avonds echt heerlijk. Wat ga ik nu doen? De turquoise. Nou, de hondjes uitgelaten. Ja, daar is het nog wel mooi weer voor, toch? Turquoise, maar dan ander turquoise. Dat is wel mooi. Het begint ietsje beter te lopen. Maar hij heeft een beetje moeite mee vandaag. We zullen er hierna gewoon maar mee stoppen. Hoe zijn jullie ook van een lawaai af van jullie toe? Het heeft wel wat, ik hou wel van dat beetje die vintage kleuren. Oh, je wist niet meer welke groep ik zat, Jenny, ja. In Janine's Mindful Arts inderdaad. En ik snap dat dat af en toe best verwarrend is. Zeker omdat ik echt in 3 verschillende groepen lives doe. Dan is het ook echt een beetje zoeken van waar is er deze ronde. Nou, vandaag ben ik lekker hier bezig. En hierna stop ik er echt mee, want dit ben ik ook, hè. Ik ga het door en door en door net zo lang tot ik denk van ja, nou heb ik hem waar ik hem hebben wil. En dat zilveren laagje overheen, dat heeft, als je zo, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar het heeft echt wat. Het is echt een heel gaaf effect op de bladzijde. Nou, laten we deze gewoon even drogen, want die is inmiddels zeker nat, de bladzijde. Maar ik hou wel van die kleuren. Een beetje dat zilver en dat goud. Echt heel gaaf. Echt heel gaaf. Ik ga de vlinder eerst even doen. Laat ik de vlinder even doen. Dus een beetje opzij, anders heb ik helemaal geen werkruimte meer. De vlinder moet ik ook heel even door mijn grote machine halen. En ik heb hier nog wel een stukje, ik weet niet of het past... Net niet. Even een nieuwe pakken. Een nieuw blaadje. En dit is feitelijk gewoon het water, dat aquarel papier wat ik zoek. Even kijken waar ik het heb. En ook daarvan heb ik heel veel hier liggen, maar als je het nodig hebt, ik kan het ook gewoon op cardstock doen. Dit is gewoon witte kaartstok. En dan ga ik hem heel even door mijn machine halen. Ik ben zo weer terug. En dan op een keertje. Dan zou het nog goed moeten zijn. Al die hele kleine standjes heb ik al op van de vorige ronde.
even goed doorheen halen. Hij staat op de grond, omdat ik gewoon letterlijk geen andere plek heb hier. Maar dat geeft niet. Als het goed is. Kan ik hem er zo doorheen halen. Heb ik het nog met die wc-papier niet geprobeerd. Dat komt wel een keertje. Tot die tijd blijf ik gewoon even prikken. Nou, dit is iets wat ik dan echt heel erg veel doe. Dus misschien is het inderdaad een idee als je er een papiertje tussen doet. Dat je dit niet de hele tijd hoeft te doen. Zo gezegd. Even kijken hoor. Een cadeau-envelopje maken. Ja, dat heb ik van de week ook gedaan. Met het papier toevallig van Write Your Story, zeg maar. Ik moest ook even snel wat hebben. Ik dacht, nou, ik maak gewoon een envelopje. En als je een mooi papier hebt, dan heb je eigenlijk weinig anders nodig. Dan hoef je ook niet zo onwijs druk te maken over, oh, ik moet nog dit kleuren of dat kleuren. Af en toe is designpapier echt een reddende engel met leuke, snellere projectjes. Maar ik blijf het kliederen ook heerlijk vinden. Nou, kijk. Hij is er alweer bijna. Een tandenborstel, ja, dat kan ook nog. Nou, op zich is het altijd zo gedaan, hè? Ik heb het altijd zo gedaan. Op zich is het allemaal niet zo heel erg spannend. Toch weer even mijn kladblaadje erbij. Want wat heb ik om dit te kleuren? Hij komt dus hierop. Het wordt mijn focuspunt op deze bladzijde. Waarbij ik eigenlijk vind dat het wit ook heel erg mooi is. Maar ik heb ook Distress Glaze. Of hoe noemen we dat zo mooi? Volgens mij heet het wel zo. Embossing Glaze. Dat is een beetje dat doorzichtige embossingpoeder. Met een glansje. Van, er zijn eigenlijk wel twee mooie kleurtjes. Welke kleurtjes zijn dit? Kijk, dit is de Fossilized Amber. Dat weet ik dan toevallig uit mijn hoofd. En dit is de Peeled Paint. Dat op zich zijn dat wel mooie kleurtjes. En die passen ook goed bij de achtergrond. En dan heb ik mijn verse mark er in de buurt. Nou, ik doe even een paar plekjes de verse mark duwen. Dan haal ik eerst even deze eroverheen. En het waait bijna weg omdat ik de ventilator op me heb staan, omdat ik het zo warm heb. Kijk, dan zit het nog niet overal. Maar net op genoeg plekjes. En dan moet ik hem even zien dubbel te vouwen. Dat is best lastig omdat ik het papier al voor wat anders heb gebruikt. Maar hij gaat. Nou, dan gaan we weer met die heat tool. Komt hij al. Dat gaat vrij snel. Kijk eens aan. En dan wil ik nog een beetje van dat groenige, dat peeled paint gebruiken. Ik moet eigenlijk even afkoelen. Een beetje kijken waar het nog niet zit.
Deze eroverheen doen. Het zwaait een beetje weg. Van even door de ventilator. Dat was wel grappig. Zo. Ja, dat wordt heel mooi. Dat wordt mooi. Zo. Die er weer bij. Ik maak, wow, Ali, ik maak een art journal bladzijde. Ik ben lekker aan het freewheelen, zoals dat heet. Gewoon lekker opbouwen. Op mijn gemakje. Met embossing powder vind ik het persoonlijk erg leuk om met twee kleuren te werken. Ik vind dat wel een leuk effect hebben. Het is eigenlijk zo super simpel om te doen. Maar het effect is echt heel erg leuk om dat op die manier te doen. Tenminste, ik vind het leuk om op die manier te doen. Nou, deze is nog niet helemaal droog, voel ik. Maar hij gaat er toch wel aardig op. Wat poeder aan mijn handen. Ik zal hem ietsje hoger plaatsen. Dan heeft hij echt wel. Geeft altijd echt een superleuk effect. Nou, wat we ook nog kunnen doen. Ik heb er van alles hierbij neergelegd. Een van mijn lievelingste, twee van mijn lievelingsstempels. Ik denk dat iemand die vaker heeft gekeken dit wel van mij weet. Ik vind deze heel gaaf. Die Stitch stempel. Die vind ik echt, echt heel erg leuk. En dit is ook een hele leuke achtergrondstempel. Ik heb ook, wat heb ik er nog meer bijgepakt? Ja, ik had deze erbij gepakt. Dat zijn die tickets. Maar daar kan ik op dit moment even niks mee. Niet op deze bladzijde. Ik heb ook nog teksten bijgepakt. En ik heb nog een kurken ondergrond als je gaat embossen. Nou, ik zal dat eens proberen. Ik heb de vellum en het acetaat bijgepakt van de Write Your Story collectie. En ik dacht, misschien is het leuk om hierop te gebruiken. Dan denk ik dat het acetaat net wat leuker is om te gebruiken dan het vellum. Maar dat is vaak even een kwestie van uitproberen. Ik vind het wel echt heel erg leuk spul. Die ga ik er sowieso bij gebruiken. Dat acetaat wil ik gebruiken. Wat stempels wil ik gebruiken. Ik zit te denken om nog meer stansen te gebruiken. Oh. Ik veeg het eraf. Dat is geen goed teken. Dan moet ik zo meteen even overnieuw doen. Dat komt goed. Dan heb ik niet goed met die tool erop gezeten. Nou, als eerste even stempelen. Ik zal even mijn trolley dichterbij zetten. En daar zitten mijn stempelspullen ook in. Nou, pak er één. En ik gebruik vaak delen van de stempel. Omdat ik het zo leuk vind. Het effect vind ik gewoon echt heel erg leuk. Zo. Andere kant gebruiken.
mag het weer schoon. Dit blijft echt een van mijn lievelingsstempels voor de leuke accentjes. Er zit ook een hele tekstachtig stempeltje in. Even een klapblaadje eronder voordat ik mijn hele zeil zeg maar onder... Dat is die. En deze stempeltjes gebruik ik 9 van de 10 keer zonder. Het acrylblok. Nou, opbouwen, opbouwen, opbouwen is zo'n bladzijde. Hè? Stukje voor stukje voor stukje. En nogmaals, gesso is je beste vriend. Als je dit nou nog steeds denkt, nou, ik vind het helemaal niks worden. Gesso eroverheen. En je kunt weer een ander laagje opbouwen doen. Waarom niet? Ik wil deze erop. Ik weet niet wat wat is, maar ik denk dat het zo moet. Ik wil er wel een deel van op. Heb ik hem nou verkeerd om? Nee. Volgens mij heb ik hem goed om. Dan moet ik even een stuk afsnijden. Het is hem erg leuk om op de achtergrond erbij te gebruiken. Nou. Het randje eraf. Ja, hoe breed moet die zijn? 9 centimeter. Hop. Zo. Kijk of ik hem te breed vind of dat hij eigenlijk wel kan zo. Op zich kan het prima zo. En hoe plak je dit nou op? Meerdere manieren. Je kunt nu zeggen van ik gebruik een spuitlijm. Lijm uit een spuitbus. Dat zie je niet. Goed onder vellum ook niet. In dit geval ga ik heel even met een dun naaldlijmflesje. Her en der achter het wit. Ik moet hem even zo houden, anders zie ik het niet. Dotjes lijm gebruiken. Dat zie je eigenlijk ook niet op je bladzijde. Ik moet hem af en toe even, want het schittert in het licht. Dus dan moet ik hem heel even af en toe zo houden dat ik het ook een beetje zie wat ik doe. De bladzijde zelf is nog steeds een beetje vochtig, dus hij gaat het lijm niet zo leuk vinden.
Maar ik denk dat jullie wel begrijpen wat de strekking van het verhaal is. Ik ga deze er ook nog op doen. Ik moet eigenlijk even wat zwaars erop doen. Het is niet echt heel zwaar. Maar het houdt het wel een beetje op zijn plek. Omdat de bladzijde nog steeds een klein beetje vochtig is, pakt de lijm gewoon moeilijker. Zo. Zo. Nou. Ja, Vera, eerst denk je, wat moet dit in godsnaam worden? Maar wat ik zeg, als het nou niet mooi was geweest, gesso is mijn beste vriend, dan gaat het er gewoon overheen. En maken we weer een nieuw laagje ervan. Dit moet heel even de tijd krijgen om te drogen. Nou, dat heeft gewoon heel even tijd nodig. Dat komt goed. Puur mee te maken dat die bladzijde simpelweg nog een klein beetje vochtig is. Dus ik moet zo meteen op punten weer een klein beetje lijm erbij doen. Maar het wordt al wat. Tekst uitzoeken. Altijd leuk. Dit is dat het stickerboekje met drie kleuren. Dat beetje aubergine en dat kraftachtige en zwart. In dit geval ga ik zwart gebruiken. En ik, met deze boekjes heb ik echt zoiets. Ik pak altijd een tekst die me gewoon raakt op een bepaald moment. And Now Is All You Have bijvoorbeeld. Ik denk van nou, dat is misschien wel een mooie tekst. Of Everything Needs Time to Grow. Of je moet even kijken hoor. Ja, je hebt wat dat betreft hier altijd wel een hele hoop tekstjes die me dan aanspreken. It's the little things that matter most. Ik denk dat we die gaan doen. En die ga ik hieronder plakken. Dat zal vast al wel plakken, want dat is op het acetaat, op mica. Ja, inderdaad. Even door mijn standsmaal draaien, maar dat komt goed. Deze komt hier op. Een klein beetje recht doen. It's the little things. En een beetje in het midden. Kijk eens. En eigenlijk ben ik er dan al, hè? Ben ik het nog zo waar? En dan wordt het nog een hele snelle live. Wat niet echt de bedoeling was, maar komt helemaal goed. Ja, ik moet hem zo meteen weer heel even opnieuw doen. De bladzijde is gewoon nog nat. Kijk eens aan. Ik vind hem eigenlijk wel zoals ik hem hebben wil. Eigenlijk is hij wel dat ik denk, ja. Dit is wat ik eigenlijk gewoon leuk vind. Op het nog niet vastzitten van het acetaat, maar dat komt. Ja, ik ga hem hier gewoon bij laten. Gestempeld, stencil gebruikt, stansen gebruikt, stickers gebruikt. Meer dan genoeg opgebouwd. Ik ga hem hier gewoon bij laten. En dan heb ik eigenlijk gewoon een onbedoeld snelle live. Bijna een uur, even goed, dus op zich prima. Maar soms dan hoef je ook niet uren bezig te zijn om weer even die ontspanning te vinden. En ik vind het eigenlijk wel even prima zo. Ja, ik laat hem zo. Ik ga jullie heel erg bedanken voor het mij vinden op het last minute. En ja, ik ga jullie een hele fijne zomer toewensen. Ik ben er in september weer. Ik ga even zoveel mogelijk op non-actief de komende weken. Even op vakantie, even weg, even niet. En dan in september dan ben ik er weer helemaal. Ik zou zeggen tot de volgende keer. En freubelsen, geniet ervan, ontspan ervan. Tot de volgende keer. Doeg, doeg.